Ik ben Sophie Jacobs, ik ben 19 jaar en ik studeer het tweede jaar bedrijfsvertaler-tolk en ik kom in Deelse Stokken. Ik dacht eerst om taal en letterkunde te gaan doen, omdat mijn leerkracht Nederlands zei dat ik erg goed kon schrijven en erg goed met talen was. En hij zei, je kunt die richting wel gaan doen, maar ik dacht dat het misschien toch te moeilijk was en ik wou praktischer met taal bezig zijn. Dus toen heb ik gekozen om bedrijfsvertaler-tolk te gaan doen. En tot nu toe valt het heel goed mee. Ik heb vooral veel in de boekjes gekeken die we alleen met de post thuis kregen gestuurd. En ik ben op infodagen geweest en gaan kijken en hier leek het me gewoon, er was meer persoonlijk contact met de leerkracht en de leerlingen van het tweede en derde jaar hebben me ook heel goed uitgelegd hoe de richting in elkaar zat en wat ze hier deden en het stond heel erg aan. De opleiding voldoet grotendeels aan mijn verwachting. We zijn constant bezig met opdrachten, vertalen, tolken. Ze zetten ons de hele tijd wel aan het werk, dus we breiden onze woordenschat uit en onze talenkennis. En dat is wel wat ik verwachtte. Als ik een tip mag geven, als je je actief wil bezighouden met dus Engels, Duits, Frans, Nederlands, dan is deze opleiding echt wel wat voor jou. Als je meer de theoretische kant of de literatuur en zo wil bekijken, dat bespreken we helemaal niet. Dus dan moet je misschien beter uniek proberen.